Meesterwerk, aflevering 2. De amandelbloesem van Vincent van Gogh, geschilderd in 1890. Als iets hoop geeft in deze coronatijden, is het wel de natuur, die ook dit voorjaar weer onbekommerd uitbot en tot bloei komt. Alsof er niks aan de hand is. Eigenlijk zoals we ook in dit schilderij van Vincent van Gogh kunnen zien. Via de ijle takken en de prille witte bloesem kijken we omhoog naar de blauwe lucht. De aanleiding voor het maken van dit schilderij was er een van hoop en vreugde. De geboorte van een kind. Vincent verbleef nog in Saint-Rémy toen hij in februari van 1890 begon met dit schilderij. Enkele weken eerder, in januari van dat jaar, werd in Parijs zijn neefje Vincent Willem geboren. Eerste kind van zijn broer Theo en diens vrouw Jo Bonger. Uit brieven weten we dat dit doek voor hem bedoeld was om in zijn slaapkamer te hangen. Eigenlijk is dit een heel ongebruikelijke compositie. We zien geen stam, enkel de takken die zich aftekenen tegen de blauwe lucht. En overduidelijk herkennen we hier de invloed van het Japonisme. Want in de tweede helft van de 19e eeuw raakte West-Europa in de ban van de Japanse kunst. Japanse prenten van Hokusai en Hiroshige werden verzameld, ook door Vincent van Gogh. Japanse kunst kenmerkte zich door onderwerpen uit de natuur te kiezen, vaak met een eenvoudig kleurenpalet, een effen achtergrond en geen schaduwpartijen. Vincent hield van de Japanse kunst, van de details uit de natuur, van de vrolijke kleuren en de ruimtewerking. Rondom Arles lagen verschillende boomgaarden. Hij had dit thema al vaker op het doek gezet, maar dit keer was het anders. Was het speciaal? Niemand kon voorzien dat dit de laatste lente was voor Vincent van Gogh. In mei verhuisde hij naar Auvers-sur-Oise, waar hij op 29 juli overleed. Zijn schoonzus Jo Bonger had hem nog geschreven dat zijn naamgenootje, en ik citeer, met grote belangstelling ligt te kijken naar de bloeiende boom die boven zijn bedje hangt. Einde citaat. Jo Bonger heeft zich enorm ingezet om het werk van haar zwager te promoten. En het is de kleine Vincent Willem geweest die vele jaren later de grondslag legde voor het Van Gogh Museum.